Je moet wel je pedaal naar boven zetten, ja, zo ja. Het ED schenkt de komende tijd veel aandacht aan regionale projecten voor Alpe d'Huez, zoals het Eindhovense To Climb The Race, waar kankerpatiënten achter op de tandem mee de Alpe d'Huez trotseren. Achter op de tandem zit de stoker en de stoker is de kankerpatiënt, of ex-kankerpatiënt, heeft hij al een verleden met kanker. En op, voorop zit de captain en de captain is de sterke fietser, de gezonde man of vrouw, die in dienst staat van de stoker en zorgt dat... Dat hij naar boven gefietst wordt. Het is niet alleen de beklimming van de berg. Het is het verwerken van wat je hebt achtergelaten. Het is het samen zijn met je familie. En samen met je familie bovenkomen. En bovenop die top betekent eigenlijk weer uitkijken naar het leven. Het leven omarmen. Ja, en er weer middenin staan. En voor gaan. Echt iemand die uit zo'n ziekte komt. Gewoon weer helemaal terug te zien komen. En door te trainen weer nieuwe energie krijgt en zin krijgt om dingen in het leven weer op te pakken. Ja, het is een zware tijd geweest. Je ondergaat, hè. Je overleeft zeg maar in de tijd dat je ziek bent. En als je ziek bent, dan ga je heel erg af op wat de experts zeg maar, voor jou vinden, dus de witte jassen zeg maar. En ik wilde heel graag iets doen. Dus toen dat initiatief van de researchverpleegkundige kwam, kon ik eigenlijk niet wachten om te kijken wanneer kun je beginnen met de training om ook weer in het leven te kunnen staan. Want los van het feit dat je behoorlijk ziek bent, wil je ook heel graag midden in het leven weer staan. Want je wil geen patiënt zijn. Voor meer informatie over Alpe d'Huez en deze... Yes, die stoere meiden! Hoppa! Kijk op ed.nl/alpe d'Huez.